X 2.0 op je monitor, tv of smartphone display. We zijn hier bij POB Next Gen. Zijn we live of what? Dope battle voor jullie. Vergeet niet te abonneren op onze kanaal hieronder. Jullie zien niks, maar voor de mensen thuis hieronder. Abonneer op ons kanaal. We hebben de Time Lady hier zo. Hi, ik ben Diana en ik ben vandaag de Time Lady. Vergeet niet te abonneren op ons YouTube kanaal en volg ons ook op Facebook en Instagram. Let's get it. Let maar met de kans zelfs al voor, man. Yo, mailman. Ja, ik vind het zelf eng, dus ik kap er mee. Let maar met de linkerkant zelfs al voor. Jeez, motherfucking game changers, motherfucking Mogol, motherfucking blank tijg met een blokhoofd, slash ovaal hoofd. Rip, 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 rip! Net maar aan mijn rechterkant, zoals gewoonlijk, kop of munt. Klopt, man. Hij zegt kop en het is munt. Jeevee, wat man? Jij, wie? Ja, dat ging wel. Wilmer gaat beginnen, maar niet voor het publiek nog één keer laat weten of we ready zijn. Eén minuut. Op Mailman, wanneer hij ready is, let's get it. Jeez, stop een keer met battle rap en wees een fucking vent. Na al die jaren heeft de battle scene al lang genoeg gekend. Ik zeg dat je snel schrijft, maar in je schoolresultaten te zien heb je aan battle rap te veel tijd gespend. En het is misschien geen schaamte als je jong en onervaren bent, maar dit wordt jouw 28ste battle. En je staat nog steeds niet in het main event. Probeer weer te winnen, maar je vertoning wordt alleen maar triester. Tegen Fo zei je, je chick gaat voor me op je knieën en ik praat niet over bidden. Dat maakt jou geen Jezus, maar je is een pedofiele priester. Je zet hem Jezus noemen terwijl je zelf weet dat je over een paar jaar in het hellevuur brandt. Je boys noem je alleen Jezus omdat je letterlijk aan een kruis hangt. Weet je, ik ben Jezus, ik ben Jezus. Je bent een zonderling, wat zwemel je? Jouw vriendin voelt mijn postpakket vaker in de mond dan aan gehemelte. Ik ben trots dat je terug bent bij POB, maar je ego is erg. Je voelt je een koelkast, mijn flow is rot en bederf. Ik laat je eigen carrière eten, dan pas ben je vol van jezelf. Triple RF capsules, jij hebt het blijkbaar geërfd. En het is een time! Nog maar één bar. Eén bar. En in zijn track bovenaan zegt hij dit. Ik heb een extra oog voor toekomstplannen. Wat? Deze pussy doet stoer tegen Insano en verstopt zich daarna achter twee mannen. Maar hij durft pas uit te halen als extra tussen staat. Dus in feite stond hij extra oog voor zijn toekomstplannen. Aanschouw. Dit is Mailman. Maar Mailman mist een totaalpakket om hier te slijzen. Geen delivery! Zet één stap op mijn erf en deze dog staat klaar om je te grijpen. Zijn naam is Jannie Post. Jannie Post, je staat in de weg. Jannie Post, je bent akelig slecht. Jannie Post, ga ik verslaan dit event en dan geef ik Jannie Post traumatische stress. Mailman, de underdog. Nee, ik eet hem, ik heb fucking honger. Anthrax brieven, de hele familie Post bezorgd. Oh. Ah, wat zei je nou? Gaat jouw moeder met je mee naar events? Dus ze brengt jou naar je auditie en naar events en ze juicht het zelf toe. Om vervolgens toe te kijken hoe haar zoon een pak slaag krijgt waar ze vervolgens niets aan doet. Ja, ze lacht nog eventjes. Ze denkt, ain't no mountain high enough for my soul. Maar dat valt tegen, hè? Want Mailman brengt zijn mama mee. Het heeft wat weg van Marvin Gaye. Hoe een van zijn ouders niet juist de stap berekende en zo voor hun eigen zoon zijn afgang leverde. Tweede ronde! Tweede ronde, Mailman, let's get it! Hey! Hoe kan het dat jij in dezelfde track mensen die money en respect en ballen met de slet zien als status dist?
maar een paar lijns verder zegt dat je iemands bitch snijdt en in het geld wil zwemmen. Dat is even hypocriet als Waldo die zegt dat iemand lelijk is. En ik wil je... Yo. En ik wil je eigenlijk niet met je ex beledigen, want ja, die shit is lang geleden. Maar helaas voor jou heb ik in al die jaren nooit de kans gekregen. Maar ze zou pijpen voor 2 decimale punten. Zijn ex vond standje 69 op zijn wortel trekken alleen leuk omdat het haar deed denken aan wiskunde. Wow. En ik wou het eigenlijk niet zeggen voordat ik haar met kung fu of dat ze mij met kung fu of ninjutsu naar mijn battle klapt. Maar even serieus, ze spijbelde om te studeren voor een ander vak. En nu heb je met de Nederlandse chick, die unlike je Aziatische ex niet tevreden is met je pik. Maar die bitch is zo'n flank dat ik nog liever met een tafelbal. Zij verneukt het hele concept van een booty call. En neem maar alsjeblieft een keer mee naar de Bangladesh. En neem die platte bitch alsjeblieft een keer mee naar de Blamladage. Jij snapt niet hoe makkelijk ze vreemd kan gaan op jou. Want wanneer jij thuis komt als ze iemand anders neukt, duikt ze gewoon onder de tapijt als camouflage. Hey, ik was er. Oh. Alleen door de jeans, let's go. Yeah. Dit is echt de grootste bounty die ik ooit heb gezien. Zijn accent heeft hem verraden. Ik durf te wedden dat stroom kokosmelk door zijn aders. Milman zijn man die wou naar Kwaku zei, yo Milman, Kwaku! En Milman zegt, ja, met kroephoek in een zakje, de saus in een apart bakje en 2 gebakken bananen. Doe er maar 2 of anders 3 als je niet te veel hoeft te betalen. Dan kan je het bonnetje vragen, die moet ik met het wisselgeld verantwoorden bij mijn vader. Want anders krijg ik morgen bij het avondeten geen vleesje bij mijn salade. Kapsel, die throw-achtig dingetje, daar word je een beetje onhygiënisch van. Super soakers met shampoo op je vuren lijkt me een enig plan. Hoeveel luizen zitten er in die Afro-tros, de grootste familie van Nederland? Zien dat je niet veel bent, dus we zetten je graf hier in de ring. En je ziet mailman, en dat is het, of je kruis bij de cirkel is het bewijs, je bent geen mailman, maar een female man. En snap je die kruiscirkelreferentie niet, is dat niet heel erg, begin Pokémon te spelen en vang een Nidoran. Hey, voor ik derde laatste ronde krijg, hoera! Dat ik nog een kind ben, dat ik speel met kniks en Play-Doh. Maar geef me 5 seconden met je bitch en ik verander haar in een pedo. Oh! Hoor deze formule. Geef wat coke, een strap, een THC en een nigger en je krijgt een jeep. Geef wat coke, een strap en een D&D en een wigger en je krijgt een jeep. Wil zo graag een jeep hangen, hij is een school verkloot. Denken mijn familie in Afrika ze moorden voor die privilege. Maar ik ga je niet alleen down praten, Jeffrey. Want als je even wilt tijdstap in school als je gefaalde muziekcarrière, had je misschien wel gehaald op het Nobel College. En het is toepasselijk dat je Jeffrey blind heet en het imago van een Nederlander verknalt. Want jij schopt battle rap in Nederland ongeveer even ver als Daily Blind het Nederlands elftal. Oh. En Chief, zijn moeder is tijdverspilling. Je kan beter naar de hoeren gaan. Haar kut is zo oud, voordat ik naar binnen kom moest ik eerst de Minotaurus en het draak verslaan. En ik! Hold it down! Toch gaat Chief zijn moeder opzoeken. Ook al vind ik die lelijke bitch Gary. Als ik me ken en op haar toepas, bereik ze hogere noten dan Mariah Carey. Ik neem wraak omdat jij trots kan praten over hoe je mij verzorgt. Terwijl die pussy achter de kont van een rat rent als Tom en Jerry. Dan slaat een spiegel kapot op Jezus. Op de moeder van Jezus. Fuck. Jezus, moeder zijn maat. Jeez, let's go! Daily Blind schopt het niet ver, hoor je dat nou serieus het zeggen? Die guy speelde bij Ajax en maakt nu millies bij Manchester. Ja. Voor zijn voorbereiding van deze battle dacht Mailman,
Om hem te begrijpen moet ik even in zijn schoenen staan. Bitch, denk je ik laat jou in mijn schoenen staan? Je auditie was tenenkrommend, je bars waren niet van de juiste maat. Voor mij is dit toneel geknipt, wie de schoen pas trekt hem aan. Oh. Bij je research dacht ik dat je maat blank is. Hè? Wat ik bij het verschil van kleur dacht, waarschijnlijk is je naam Mailman gebaseerd op de persoon die jou daar dropt op de deurmat. Mensen die hun kind in de steek laten, kon ik hiervoor gewoon niet snappen. Maar zijn vader komt uit Senegal, net als Akon, en daarom liet hij hem lonely achter. Man, je lijkt op Michael in de Jackson 5. Man, ik ben op thriller shit. Je adoptiepa verkracht je tegen de wasbak in je badkamer, vandaar dat hij een man in the mirror is. Geef het op voor deze twee MC's, man. Abonneer op onze kanaal. Check de juryuitslag over een week hier zo onderin. De mensen gaan naar boysatbattles.nl om te stemmen. Wie stemmen voor de hoofdwinst? Hey, nog even voor deze woorden.